Minna laat met asielhond Lars de handtouch zien. Bij de handtouch is het de bedoeling dat je een platte, lege hand aanbiedt en dat de hond met zijn neus je hand gaat aanraken. Dit is een van de eerste oefeningen die we doen om de honden te leren dat ze dus gedrag moeten aanbieden om ervoor te zorgen dat ze de klik horen en dus de beloning kunnen krijgen. Lars gebruikt af en toe zijn tanden, dus dan heeft hij zijn bek open. Minna klikt daar bewust niet voor, omdat Lars moet leren dat hij een dichte mond moet hebben en alleen maar met zijn neus Minna's hand moet aanraken. Dus doet hij andere dingen, krijgt hij niks. Doet hij een zuivere handtouch, daar krijgt hij dan de beloning voor. En zo leert hij het onderscheid maken tussen nu raak ik de hand aan met tanden, dat is ongewenst, en nu raak ik de hand aan met de neus en dat is wel wat we willen. Als die even afgeleid is, haal dan je hand ook weg. Want daarmee leert hij namelijk ook dat als die even afgeleid is, dat jij niet eindeloos gaat zitten wachten totdat hij een keer klaar is. En dan bied je hem gewoon opnieuw weer aan. En bij een hond als Lars, die het dus makkelijk vindt om zijn bek open te doen, is het dus juist heel belangrijk dat je dus ook af en toe niet klikt op het moment dat hij echt zijn tanden inzet, maar dat je echt probeert om zuiver alleen maar die neus te belonen. De klik moet dus gaan markeren welke van zijn pogingen wel en welke pogingen van hem niet een klik en een beloning gaan opleveren. En zo leert hij zelf de keuze maken wat hem wel en wat hem niet iets oplevert. Als je dat dus gewoon consequent volhoudt, gaat Lars op een gegeven moment echt heel prima begrijpen dat hij niet zijn tanden erbij moet gebruiken, niet zijn bek open moet hebben, maar juist alleen maar zijn neus hoeft te gebruiken. Jongen.